Ik ben theaterdocent, ook maker. En ik heb daarnaast ook de master kunsteducatie gevolgd, dus ik ontwikkel educatief materiaal, vooral voor gezelschap, voor theatergezelschap. Ik werk 2,5 dag op de PABO in loondienst. Daarnaast werk ik op de jeugdtheaterschool in Amsterdam hier. Ik werk bij Artes, de kunstacademie, waar ik zelf de bachelor heb gevolgd. En daarnaast werk ik in dit gebouw, Internationaal Theater Amsterdam. Ik werk hier al 10 jaar als zelfstandige. En wij ontwikkelen hier educatie voor eigenlijk alle kinderen en jongeren uit Amsterdam en omstreken. Wat wij doen is, wij maken eigenlijk een soort ervaringsgerichte educatie. Dus het gaat niet over toneelspelen of talentontwikkeling wat we hier doen, maar we zijn echt bezig met ervaringen creëren, zodat als jij in dit gebouw komt en je denkt misschien, oh, wat is dit voor gigantisch, beetje elitair gebouw, dat je toch denkt, dit gaat ook over mij en ik ben hier ook welkom. Wat ik vooral doe, is mensen die ik ken bellen, mailen en vragen, wil je met me afspreken, wil je koffie met me drinken? En dan kom ik altijd met een plan, dus dan ga ik koffie drinken en dan ga ik mezelf een beetje verkopen. Waar ik niet per se heel goed in ben en waar ik soms ook wel een beetje weerstand tegen heb. Maar dat is wel de manier waarop mij is gelukt om aan heel veel werk te komen. En inmiddels is dat iets minder nodig, omdat ik een netwerk heb opgebouwd. Voorheen deed ik eigenlijk alles, nam ik alles aan. Wat denk ik ook heel goed is als je startend bent, om te ervaren wat past nou het beste bij jou. Ik heb ook wel echt ontdekt wat niet bij mij past en dat doe ik ook gewoon niet meer. Ik ben een tijd lang hoofdeducatie geweest van het Jonge Harten Theaterfestival. En dat was in Groningen, maar ik woon in Amsterdam. En op een gegeven moment gaat die reistijd toch tegen zitten. Dus dat is voor mij een keuze geweest om dat niet meer te doen. Ook omdat ik vond dat er weer een jong, nieuw, fris iemand dat moest gaan doen. Omdat het echt een festival voor jonge mensen is. Daarnaast moet je soms weer even gevraagd worden voor iets om zelf ook weer even te denken van, oh ja, dit vind ik heel leuk om te doen, of dit moet ik echt doen, want dat is goed voor mijn eigen ontwikkeling en dat geeft mij nu energie en dus dan maak ik de keuze om dat op dit moment te doen. Door het volgen van de master ben ik me eigenlijk breder gaan oriënteren. Ik ben in loondienst gegaan, dus voorheen was ik alleen ZZP'er en werkte ik 5 dagen in de week of soms 6 of 7 als ZZP'er. Heel veel klussen aannemen, alles willen doen. Ik had heel behoefte aan wat meer zekerheid en eigenlijk die master heeft daaraan bijgedragen, want ik kon solliciteren in het HBO. En dat wilde ik heel graag, want ik wilde ook wat verdiepende werken, namelijk met jongvolwassenen die al echt een beroepsopleiding hebben gekozen. Het leukste op dit moment aan mijn beroep vind ik dat ik echt ook mee door het volgen van de master echt het idee heb dat ik beter weet hoe ik de overdracht doe van mijn werk. En ook hoe ik eigenlijk meer samen met de deelnemers werk in plaats van dat ik het allemaal vertel of zeg hoe we het moeten doen. Dus dat ik veel meer aan het zoeken ben naar andere vormen van lesgeven. Waar ik in mijn beroepspraktijk me heel bewust van ben en waar ik ook echt wel mee bezig ben, is met fair practice. Zo eerlijk mogelijke verdeling van geld en wie er voor je staat. Wat denk ik een probleem is dat we met z'n allen in het theaterveld, vooral in het educatieveld, want daar heb ik het meeste verstand van, ambitieus zijn en veel willen. En dat er eigenlijk altijd net iets te weinig geld is om dat velen willen te waarborgen. En dat het daardoor elkaar in stand houdt dat het niet altijd eerlijk verdeeld is qua geld, als je als zelfstandig ondernemer start. Eigenlijk mee dat we ook met de tableaus hebben. Ja. Oké, thank you. Als ik met mijn studenten op de PABO werk, is wat ik ze echt vooral mee wil geven, is dat zij de kunstvak theater in kunnen zetten in het onderwijs voor diverse groepen. Dus dat zij zich ook bewust zijn van welke rol zij hebben in het aanbieden van en het samenwerken met kinderen. Maar dat dat niet allemaal kinderen zijn zoals zij zelf zijn.
Wat ik als tip mee wil geven, dat je echt weer moet gaan proberen. Je moet weer nieuwe ervaringen opdoen. Soms ook falen of het niet weten. Dat is belangrijk voor je beroepspraktijk in zoverre dat het mij in ieder geval heeft gebracht dat ik dat nu ook wat meer weer durf. Dus op het moment dat ik zelf weer eindverantwoordelijk ben, wat nu eigenlijk altijd weer zo is, weet ik ook dat het wel op zijn pootjes terecht komt doordat ik die ervaring heb opgedaan.